Goedemorgen allemaal. Dames en heren, welkom hier in het idyllische plaatje Schaarsbergen voor de kennismakingsdag Luchtmobiel. De landmacht organiseert 10 keer per jaar op verschillende locaties een kennismakingsdag. Om mensen die naar de landmacht toe zouden willen, alvast een beetje laten proeven aan wat de landmacht is. Dan gaan ze verschillende dingen doen. Veelal van fysieke aard, dus de hindernisbaan komt voorbij zetten. Militaire zelfverdediging. We gaan ook even de kleinkaliber wapensimulator doen om het gevoel te krijgen. En natuurlijk een voorlichting met wat meer details over het leger. Bij de Luchtmobiliebrigade maken we die kennismakingsdagen wat langer. Daar maken we er 2 dagen van. Er zit dus ook een overnachting bij, voor zover dat de naam mag dragen. Er gebeurt s'nachts ook nog voor allerlei fysieks om de mensen ook aan dat idee te laten wennen. Op deze manier kunnen we de mensen beter voorlichten over een baan bij de landmacht. Zodat we de mensen die echt willen ook gemotiveerd houden. En mensen die nog twijfelen een goede beslissing kunnen laten maken. En dat kost ons niet achteraf dan een dure opleidingsplaats in de opleiding. Want die plaatsen zijn natuurlijk ook heel erg schaars. 1, 2, 3, ik wil bij de Defensie.